Goedemiddag. Ik ben Margot Gijskens, ik werk voor het Vlaams Centrum voor Adoptie. Zoals de naam het zegt, adoptie. We zitten binnen Kind en Gezin. En wij komen eigenlijk vooral even uitleggen wat er nu de mogelijkheden zijn voor de mensen die een adoptieprocedure gestart zijn, of er nu nog aan denken om toch nog een adoptieprocedure op te starten vooraleer dat de wet voor de erkenning in werking treedt. Dus eigenlijk, de adoptieprocedure die verloopt eigenlijk in drie grote fasen, zeg maar. Je meldt u eerst aan bij het Vlaams Centrum voor Adoptie. Dan moet je de voorbereiding gaan volgen bij EVA-vorming. Daar krijg je dan een attest van. En dat attest heb je nodig om naar de rechtbank te stappen en je verzoekschrift tot adoptie te kunnen indienen. Al die stappen tot het verzoekschrift kun je eigenlijk al doen vooraleer dat kind geboren is of nadien. Dat kun je zelf kiezen. En al die stappen hebben ook één ding gemeenschappelijk. Je kunt, als je dat beslist, kun je daarmee stoppen op welk moment dat je wilt. Dus als je zoiets hebt van, we wachten nu gewoon op de wet die de erkenning gaat regelen, dan is dat geen enkel probleem. Ook als je verzoekschrift al is ingediend bij de rechtbank, kun je gewoon contact opnemen met de griffie en zeggen van, kijk, we willen daar toch mee stoppen. Dat is geen enkel probleem. Natuurlijk zijn er wel een aantal consequenties aan welke beslissing dat je neemt. En daarom willen wij toch een aantal handvatten ook aanbieden aan jullie. Voorbereiding kan gevolgd worden voor de geboorte van het kind. De toestemming tot adoptie die kan door de biologische moeder ten vroegste 2 maanden na de geboorte worden gegeven. Je kunt het verzoekschrift tot adoptie wel vroeger indienen, maar dat heeft in de praktijk eigenlijk weinig nut, aangezien dat als het verzoekschrift wordt ingediend, de griffie 8 werkdagen de tijd heeft om het verzoekschrift door te sturen om eigenlijk het onderzoek te doen, zodat de politieagent of de wijkagent kan langskomen om te vragen of dat de biologische moeder ook wel akkoord is dat die adoptie verder gezet wordt. Dus in heel veel gevallen wordt dat verzoekschrift ook, als je dat vroeger indient dan die 2 maanden, gebeurt er eigenlijk in de praktijk niet veel mee, waardoor het adoptieproces niet versneld wordt daardoor. Wat dat wel is, is dat er voor het kind een vorm van bescherming zit als het verzoekschrift wordt ingediend. In die zin, als je als meemoeder zou sterven, hopelijk niet, maar als dat zou gebeuren, dan kan je adoptieuitspraak nog gebeuren na je dood. Als je helemaal wacht op de wet van de erkenning, ja, dan heb je eigenlijk geen enkele stap gezet. Dus als je dan sterft als meemoeder, dan wordt het heel lastig om dat nog recht te zetten. De erkenning is zonder procedure, als in je moet gewoon naar de burgerlijke stand stappen en gaan erkennen. Dan zijn er een aantal vragen blijkbaar rond geboorteverlof en adoptieverlof. Dus die twee willen we ook nog even op een rijtje zetten. Geboorteverlof, wat is dat juist? Dat is de 10 dagen verlof die je krijgt omdat je partner bevallen is van een kind. Wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd. En wat is daar specifiek aan? Die moeten opgenomen worden binnen 4 maanden na de bevalling. Wat dat wil zeggen, dat je die binnen 4 maanden na de bevalling moet opnemen. Maar de mensen die aan het wachten zijn op de wet met de erkenning, die hebben al een aantal vragen aan ons ook gesteld daar rond. En dan vooral moeten wij nu wachten op de erkenning om dat geboorteverlof te kunnen opnemen. Nee, want dan gaat het te laat zijn. En het geboorteverlof hangt ook niet samen met uw afstammingsband met het kind. Het hangt gewoon samen met, kijk, mijn partner is bevallen en daardoor heb ik recht op dat geboorteverlof. Hoe zit dat juist? De eerste 3 dagen behoud je uw volledig loon. Nadien is dat een uitkering aan het ziekenfonds. Geldt inderdaad ook voor meemoeders. En eigenlijk, de wet op de erkenning verandert in heel deze regeling niks. Dus dat blijft gewoon hetzelfde als dat altijd, als dat van 2011 geweest is. Als je nog zou beroep doen op adoptieverlof, dan worden die 10 dagen geboorteverlof in mindering gebracht van de 6 weken adoptieverlof. Dan komen we ineens bij adoptieverlof. Dat is eigenlijk het recht voor personen die in het kader van een adoptie en dan eigenlijk een eerder een echte adoptie, zoals we het zeggen, een kind in hun gezin onthalen. Dus dat is oorspronkelijk ook niet bedoeld geweest voor meemoeders. Nu, die konden daar wel beroep op doen, aangezien dat ze ook moesten adopteren. Maar de bedoeling is daar nooit geweest in die wet. Adoptieverlof is maximaal 6 weken. En die moet je beginnen opnemen na 2 maanden
dat kind wordt ingeschreven in het geboorteregister, dat het zogezegd onthaald is in uw gezin. Dat zijn ook diezelfde eerste 3 dagen behoud van loon, nadien uitkering via het ziekenfonds. Dat recht op adoptieverlof gaat je natuurlijk niet hebben als je de erkenning doet. En heel praktisch moet dat aangevraagd worden bij de werkgever en bij het ziekenfonds. En het ziekenfonds vraagt voor de uitbetaling enkel het bewijs van de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister. Wat wil dat nu concreet zeggen voor mensen die op dit moment in een adoptieprocedure zitten en daarmee zouden willen stoppen of daarmee gestopt zijn en gaan wachten op de erkenning? Als uw werkgever het ermee eens is dat uw adoptieverlof wordt opgenomen als adoptieverlof, dan gaat uw ziekenfonds die uitkering ook uitbetalen. Omdat ze enkel de inschrijving in het bevolkingsregister opvragen en niet het bewijs van de adoptie of van verlof dat is ingediend geweest. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar ik kan me voorstellen dat er een aantal gevallen zijn waarin dat handig kan zijn. En dan ben ik al aan mijn laatste slide. Dat is eigenlijk voor de toekomst. De adoptie door de meemoeder die blijft mogelijk. In die zin getrouwd is met de biologische moeder. Nu, een kleine nuance daarbij is natuurlijk wel dat adoptie moet gegrond zijn op wettige redenen. En dat gaat elke keer door de rechtbank afgetoetst worden. Dus we weten ook nog niet of dat, als het mogelijk is om gewoon naar een burgerlijk stand te gaan en te erkennen, of dat de adoptie dan nog voor diezelfde persoon gaat toegekend worden. Dat zullen we een beetje moeten afwachten, hoe dat de rechtbanken daarmee omgaan. Als jullie getrouwd zijn, dan is er een automatische erkenning. Als jullie niet getrouwd zijn, is het ook mogelijk om voor de geboorte te erkennen, zoals Paula heeft uitgelegd. En kind geboren voor de inwerkingtreding van de wet, is de erkenning ook mogelijk. Voilà, en daarmee ben ik al klaar met mijn korte presentatie.